De competities beginnen eindelijk weer. De Eredivisie is begonnen. De Premier League gaat beginnen. De La Liga. En we gaan weer voetballen. En meestal komt er dan ook wel bij selecties naar buiten welke spelers ze ook echt nodig hebben als je ze gaat zien. En gaan we waarschijnlijk weer veel geruchten hebben in de komende paar weken. En dus, jawel hoor, gaan wij daarover praten. En natuurlijk, het nieuwe seizoen is begonnen. Dus kan je ook alle shirtjes van het nieuwe seizoen halen. Nog altijd jongens bij voetbal-nl.com met de kortingscode Timo. Je kan ze krijgen. Al bijna 1000 bestellingen zijn op de site geweest via mij. Ik kreeg vragen of je ook benaming achterop kan doen. En shirtnummer en alles. Ja, ook dat is allemaal mogelijk. En ook broekjes, trainingspakken. Je kan het allemaal krijgen op voetbal-nl.com. De prijzen zijn zo enorm laag omdat het replica's zijn die niet uit Europa komen. Ze zijn wel 1-op-1. De stof is echt... Ja, het logo is er gewoon opgeborduurd. Het zijn hele mooie shirts. Je kan ze vinden in de bovenste linkje van de beschrijving. En ja, gebruik de kortingscode Timo voor 15% extra korting. Jawel. Goed, we beginnen meteen met Nico Tagliafico. De Telegraaf kwam naar buiten met het nieuws dat Bayer Leverkusen eigenlijk de meest geïnteresseerde ploeg was van de afgelopen tijd. 25 miljoen euro wilde Ajax ervoor hebben, maar Tagliafico heeft gekozen om bij Ajax te blijven. Oh, trouwens, jij ziet mijn nieuwe achtergrond weer. Dit is de plek waar ik definitief blijf. Het is chill, ik heb nu zo'n studiokamer. En ja, ik moet wel nog een beetje gezelliger maken op de achterkant. Dat is nu nog gewoon wit, maar dan weet je dat. Maar goed, Tagliafico heeft dus aangegeven definitief te blijven bij Ajax. En dat betekent dat Leverkusen geen kans maakt. Ja, toch interessant dat met het nieuws er buiten werd gekomen. Ik wil het graag laten weten. Tagliafico niet naar Bayern of ook niet sowieso naar Chelsea, want die hebben Chilwell gehaald. En dus kunnen we ook zeggen dat hij niet naar Leicester gaat. Slecht nieuws vanuit Eindhoven. Lammers, daar zit het toch niet lekker. Daar zit het echt niet lekker, want Lammers had dus een akkoord met PSV. Tekende maandenlang geen contract, terwijl het akkoord er gewoon lag. En nu gaat hij weg. PSV voelt zich enorm genaaid, maar ze kunnen hier niks aan doen. Lammers wil nu weg. En ja, weet je, Atalanta legt uiteindelijk bijna 9 miljoen euro neer. Ja, weet je, PSV kan nu die 9 miljoen pakken, wat voor PSV heel veel geld is. En als ze nog een jaar wachten, moet hij gratis weg, omdat hij nog maar 1 jaar een contract heeft. Dus het is of dit of niks. En Lammers is niet een enorm speciale spits, dus ze mogen blij zijn met dit bedrag, denk ik wel. Corona speelde een heel goed jaar bij Porto, totdat het coronavirus uitbrak. Dat is wel waar. En ja, weet je, hij wordt al vaker gelinkt aan een transfer. Er werden al meer ploegen genoemd. Nu lijkt Wolverhampton de meest geïnteresseerde ploeg. En die hebben dus ook 25 miljoen euro geboden. Die aanbieding is afgewezen. En dus moet Wolverhampton terugkomen bij Porto met meer geld. Ik denk niet dat hij meer dan 30 miljoen moet gaan kosten. Dat zou echt belachelijk zijn. En het is een logische transfer om meerdere redenen. Ten eerste, Doherty, right back van Wolverhampton. Die ook een beetje figureerde als een right wingback, is weggegaan. En daarnaast, ja, weet je, Corona is een Portugese speler. Kijk je bij Wolverhampton. Ze hebben ook wel Fabio Silva gekocht van Porto dit jaar. Ze hebben zoveel Portugezen en ze lijken het allemaal goed te doen daar bij Wolverhampton. Dus Corona zou een hele logische en goede stap zijn voor Wolverhampton op rechtsback. Ik denk dat deze nog zomaar kan gebeuren. Koulibaly, deze moet ook nog gaan gebeuren deze zomer. Wordt waarschijnlijk een van de grootste transfers die we deze zomer gaan zien. En er lijkt een akkoord te zijn. En Koulibaly lijkt volgende week misschien wel een medische keuring te krijgen in Manchester. 70 miljoen euro is het basisbod. Het normale bedrag wat City gaat betalen. Daarbovenop komt nog tussen de 10 en 20 miljoen euro aan bonussen. Ik denk dat dat tegen de 20 miljoen kan oplopen in totaal. En dan zou het in totaal dus bijna 90 miljoen euro moeten zijn. Dat is natuurlijk nooit zeker of je alle bonussen ontvangt als club zijnde. Dit kan een bonus zijn van win de competitie, win de Champions League, speel 50 wedstrijden. Gewoon hele simpele dingen, maar het kan ook allemaal veel ingewikkelder zijn. Dus ja, dat is altijd maar een beetje de vraag hoe die bonussen aan elkaar zitten. Reguilón naar Manchester United. Ook hierover hebben we het al vaker gehad. En ook hierover weten we dat het echt serieus gaande is. Maar Real Madrid is een beetje sneaky aan het onderhandelen. Hierover is een update gekomen dat Real Madrid hem dus aangeboden heeft bij United. United heeft interesse getoond. Real Madrid heeft 30 miljoen euro gevraagd. United lijkt daarmee akkoord te gaan. Dus daarover weten we nog niet echt iets. Maar ja, ze hebben het niet direct afgewezen. Dat weten we wel. Alleen het sneaky wat nu dus een beetje United gaat terughouden van deze transfer is dat Real Madrid een buyback clause in het contract wil hebben. Een terugkoopclausule waardoor Real Madrid hem op ieder moment weer terug kan halen. Ja, dit hebben ze niet gedaan bij een speler als Hakimi bijvoorbeeld, die voor een bodemprijs is weggegaan. Waarom dan wel bij Reguilón, die eigenlijk nog niet
zo enorm veel heeft laten zien. Was prima bij Sevilla, een paar prima wedstrijden bij Real. Ja, en als United hem voor 30 miljoen zou kopen, dan zou er misschien een terugkoopclausule van 40 tot 50 miljoen in dat contract komen te staan. Dat verwacht ik. Maar ja, weet je, United wil dat niet. Want stel je nou voor, je weet het nooit, maar Reguilón wordt echt die enorm goede liftback. En hij wordt dadelijk 60, 70 miljoen waard. Ja, dan is het voor Real Madrid een koopje op dat moment. Maar ja, United moet gewoon vasthouden aan die 30 miljoen zonder terugkoop. Of misschien dan 35 miljoen zonder terugkoop als Real daarmee akkoord zou gaan. Voor nu is het een beetje een zwart gebied. We weten nog niet wat ermee gaat gebeuren. Maar we houden het natuurlijk wel in de gaten. Bonaventura gaat weg bij AC Milan en gaat transfervrij naar Fiorentina. Ja, hij heeft niet echt heel veel om uit te kijken meer bij AC Milan. Daar gaan ze natuurlijk ook... Vooral voor Tonali en Kessie speelt daar ook nog. Dus ik denk dat Bonaventura gewoon een plek zocht waar hij definitief standaard in de basis zou komen te staan. En dat kan bij Fiorentina wel. Fiorentina, leuke club. En natuurlijk nog Ribéry. En voor de rest, ja, het is altijd gewoon een prima ploeg in de Serie A. Glorietijden van Fiorentina zijn ook al een beetje geweest. Maar linker rijtje, dat halen ze altijd wel. West Bromwich Albion heeft ervaring binnen, hoor. Ivanovic van Zenit Sint-Petersburg. Dat is echt een blok. Dat is echt een enorm zieke verdediger om bij je ploeg te hebben. En hij gaat gratis naar West Brom toe. West Brom, ik weet niet echt wat ik daarvan moet verwachten dit jaar in de Premier League. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze gaan spelen. Ik ga het sowieso in de gaten houden. Maar ja, weet je, met Ivanovic hebben ze wel echt een blok. Een man achterin die die verdediging kan leiden. Hij is wel niet meer enorm goed. Is al heel erg oud. Maar hij kan wel nog een paar ballen spelen, denk ik, dit jaar. En dan is er ontwikkeling, jongens, bij Jadon Sancho. Het is echt waar. Er is weer iets gaande. 10 augustus, de laatste officiële melding. Dat was dat Jadon Sancho niet naar United zou gaan, omdat de deadline was afgelopen. Toen heeft... Verschillende media hebben toen gezegd voor jou, onder andere Fabrizio Romano, van dit is geen definitieve nee na die deadline. Het kan nog altijd gebeuren. Daarna hadden we nog van die directeur van Dortmund van joh, we verkopen hem niet. Maar nu lijkt United toch weer een aanbieding te hebben gedaan volgens heel veel media die dat zeggen van 100 miljoen euro. Deze lijkt weer afgewezen te zijn. Dat is wel zo. En het is dus echt nu of nooit. Dat is of dit weekend of komende week of het gaat niet gebeuren. Dortmund blijft bij die 120 miljoen euro. Maar als deze 100 miljoen van United zonder bonussen is en ze kunnen die 100 miljoen nog met 20 miljoen bonussen opvullen, dan denk ik dat Dortmund uiteindelijk akkoord zal moeten gaan en dat United binnen een week Sancho binnen wil hebben. United kijken ook naar alternatieven, dat wordt ook dit weekend bekendgemaakt bij Sky Sports. Maar ik denk echt wel dat er nog één kleine ontwikkeling gaat komen in de transfer van Sancho. En het lijkt heel lastig te gaan. Het lijkt echt heel lastig te gaan. We weten wat we nu dus wel weten, dat United een aanbieding van 100 miljoen heeft gedaan. Dat Sancho voor 5 jaar akkoord is met United, dat al lang op tafel ligt. En dat we nu even moeten afwachten tot welke aanbieding United gaat komen voor de volgende keer. 100 miljoen is afgewezen, maar er komt nog één allerlaatste definitieve aanbieding. En dan gaan we zien of Sancho definitief wel of niet naar United gaat. En ik denk als het deze zomer niet gebeurt, dat het dan ook helemaal niet gebeurt. Want dan zal United gaan kijken voor een andere aanvaller. Ja, het is echt ziek interessant. Het is echt heel interessant. En we gaan het in de gaten houden. Heel veel transfers weer gebeurd, zeg ik iedere video. Maar dit is ook eigenlijk wel waar. En hopelijk vond je het een leuke video. Hopelijk heb je ook een blauw duimpje omhoog gedaan. En geabonneerd op Twinity. Dit is een iets kortere video, maar ik maak liever iedere dag een transfervideo van tussen de 8 en 10 minuten. Dan 1 en de 2 dagen van 14 tot 15 minuten. En daarnaast bespreek ik ook wel alleen maar echt geruchten die ook wel... heel veel kans maken om te gebeuren en niet de allergrootste bullshit. Nou, soms wel, maar heel vaak niet. Abonneer nog even op Twinity als je dat niet gedaan hebt, want we moeten nog altijd die 105k halen binnenkort. Daar gaan we voor. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je dat blauwe duimpje omhoog gedaan, dan zie ik jou gewoon de volgende keer weer terug. Jongens, de ballen, laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.